Kijkers, goeiedag en welkom bij aflevering 11 van Sportorama. Ook in deze aflevering staan we stil bij een sporter die zich gedurende jaren, tientallen jaren, misschien zelfs langer, verdienstelijk gemaakt heeft voor de sport in zijn algemeenheid. En we staan ook in deze aflevering stil bij een sportster in dit geval, die timmert aan de weg en voor wie duidelijk een hele mooie toekomst in het verschiet ligt. We hebben het vandaag over Wilfred Burgos, een sportgrootheid, een karategrootheid. En over de zwemster Brienne Renfrum. We steken van wal met de grootheid over wie we het vandaag zullen hebben, Wilfred Burgos. Wilfred Christian Burgos. Geboren op 27 augustus 1947 op Aruba uit Surinaamse ouders. Hij is het derde kind uit een gezin van 7 kinderen, bestaande uit 3 jongens en 4 meisjes. Nadat vader Burgos op 43-jarige leeftijd op Aruba kwam te overlijden, vestigde het gezin zich vanaf 1957 in Suriname. De sportcarrière van Burgos begint op zijn 15e, wanneer hij ontdekt wordt door verkennerleider Alfred Plein. Dat was mijn verkennerleraar, die vond dat ik erg hoog kon springen. En heeft me meegenomen naar het stadion. Mijn moeder gevraagd eerst natuurlijk, en die zei van oké. Heeft hij mijn broer meegenomen. En vandaar zijn we dan ook begonnen met atletiek, ja, en het beviel. En vandaar dat ik op een gegeven moment ook nog gaan turnen. Ik ben toen ook nog gaan boksen een beetje. Ik heb een beetje taekwondo gedaan. In principe is Burgos een allround sporter, wat velen niet weten. Vele mensen weten niet dat het dezelfde man is die atletiek gedaan heeft. Ik heb op het gebied van atletiek heel veel mogen bereiken. In principe zelf misschien een beetje meer als karate. Omdat ik als atleet vanaf mijn 15e tot mijn 30e als topatleet Suriname tientallen keren heb mogen vertegenwoordigen op Pan-Amerikaanse Spelen, op Caribische Spelen. En met deze wedstrijd heb ik internationaal meer dan 20 maal goud voor Suriname gewonnen. Daarnaast heb ik in Suriname zelf tientallen gouden medailles gewonnen met atletiek. Op de nummers kogelstoten, discuswerpen, hoogspringen en de zeskamp. Ik heb nog steeds records staan, al langer dan 37 jaar, in de atletiekwereld. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat je een record hebt staan, maar ik vind het eigenlijk triest. Dat betekent dat er ergens een, ja, ik wil niet zeggen een stilstaan, maar toch nog, er moet meer gebeuren. Ik ken hem van de periode van kogelstoten. Op dit moment heeft niemand nog dat record op een stuk van kogelstoten verbeterd. En ik moet u zeggen, hij was binnen de groep van mensen die die wedstrijd deden, was hij kleinste. Ik weet niet of hij Rozenstruik kent, zo'n man. En hij won van die mensen. Puur omdat hij zich toelegde op de techniek en al die finesses van de techniek onder de knie. Hij heeft Suriname op vele evenementen vertegenwoordigd, waar hij de kleinste onder de mannen was. En nog zag hij kans het redelijk te doen tussen die grote kerels, voor wat betreft kogelstoten. Er zijn nog slechts enkelen die de veelzijdigheid van Burgos op sportgebied kennen. Eén persoon die zich dat nog goed kan herinneren is Dennis Wip, een jeugdvriend met wie de band is uitgegroeid tot beste vriend. Wilfred heeft als hoofdkenmerk, hè, de menselijkheid welke in hem is. En de neiging tot het beschermen van die zwakkere om hem heen. En dat heb ik zelf aan de leven ondervonden in de kinderjaren, toen ik mijn jongere broer een pak slaag wilde geven. Hij zei, je doet dat niet! Hij zei, je doet dat niet! En hij heeft mijn jongere broer beschermd. Ik zeg, maar hij zegt, ik weet dat hij lastig is, maar je kunt hem niet zo'n pak slaag geven. Ik zeg, maar die vent is zo lastig. Wat je in Wilfred terug kunt vinden, is dat van een guru. Iemand die anderen brengt naar een beter, groter, dieper, breder bewustzijn. En dat blijkt ook uit de dingen die hij gedaan heeft. Jongeren gevormd binnen de karatesport. Meisjes of jonge dames helpen vormen voor de Alida groep. Hij heeft ze begeleid. Heeft een aantal kwaliteiten aan jongeren overgedragen, waarbij ze zich beter kunnen gedragen binnen die samenleving of in een evenement. Dat zijn de dingen welke hij gedaan heeft. Maar aan de andere kant, ik zeg u dit, hij is ook een praktisch filosoof.
praktisch filosoof. Toepassen en bedenken, bekijken van zaken en erover nadenken. Sjehan Burgos ervaar ik als heel prettig in de omgang. Hij is ook bescheiden, vooral als het om de sport gaat. Is hij heel erg bescheiden. Als hij voor je staat, je komt hem ergens tegen, zou je niet denken dat er een zevende danner voor je staat, als je hem niet kent. Wat ook opvallend is bij hem, is zijn positieve instelling. Dat is wat mij persoonlijk opvalt bij hem. Ook in moeilijke situaties, ondanks tegenslagen, weet hij toch in dat alles toch nog iets positiefs eruit te halen. En dan moet je echt van goede huizen komen, want dat kan niet iedereen. Wat ik ook bij hem zie is, hij heeft hele hoge grenzen wat zelfbeheersing aangaat. Waar ik al op ontploffen zit, is hij nog heel, heel erg rustig. Ik zei nog tegen hem, Sjehan, ik weet waarom u 7 strepen heeft, ik nog niet. De zelfbeheersing bij hem is heel, heel erg goed. Heel erg goed. De karatesportgeschiedenis van Burgos begint bij de karateschool van Cecil Tirion in 1972. In 1975 wordt de school overgenomen door instructeur Hedwig Lopman uit Nederland. Burgos behaalt in 1978 zijn zwarte band als eerste Surinamer die hier te landen zelf is opgeleid. En in ditzelfde jaar richt hij zijn school op, Kyokushinkai Karate Instituut Wilfred Burgos. Als eerste zwarte bander in Suriname waren ook weinig karateka's. Ik was eigenlijk degene die dat op gang moest brengen en dat heb ik gelukkig vrij goed kunnen doen. Ja? Ik heb namelijk als beginner toen de school startte, ja, er waren maar nauwelijks 1 of 2 scholen. Ja, en daarna is het goed gegaan en vandaag aan de dag zien we dat er 10 scholen zijn. En de SKS, mede door mij opgericht in Sensatirion. Ja, en we hebben er een hele grote organisatie van gemaakt nu. In 1981 volgt de oprichting van de Surinaamse bureauorganisatie SBO samen met Doelwijd, Chonafat, Alberga en anderen. Hij is bestuurslid van de SBO geweest tot 1982, terwijl hij tot heden nog binnen de Surinaamse Karate Associatie actief is. Gedurende 18 jaar is Burgos de nationale trainingscoach geweest. Hij is ook lid van de Dangraadcommissie vanaf de oprichting van de SKA tot heden, waarvan de laatste 20 jaren hij nog steeds leiding aan deze commissie geeft. Als vechter heeft hij zelf geen grote prijzen in de wacht gesleept, maar de bijdrage aan deze tak van sport voor Suriname en het spin-off effect laten zich vertalen in de successen van leerlingen die hij op welke manier dan ook onder zijn hoede heeft gehad. Ik had toch wel meer aandacht voor atletiek, vandaar dat ik niet echt aan heel wat wedstrijden heb meegedaan. Toen ik rond de 30ste was, heb ik toch wel in Guyana meegedaan, wedstrijden op Curaçao meegedaan, wedstrijden hier in Suriname een paar keer meegedaan met wedstrijden waarvan ik heel wat gewonnen heb. Maar nogmaals, ik heb eigenlijk een grootste prestatie gehad als leraar, als instructeur. Zijn vrouw, Margot Kramp, weet er alles van, evenals zijn voormalige leerling Amar Santoki, die nu de school Lelydorp voor hem managt. Als meneer Burgos zegt dat het opvoedkundige gedeelte van eminent belang is binnen zijn sport, dan bedoelt hij ook dat. He? Kinderen moeten makkelijk naar hem toe kunnen komen om te zeggen dat ze een probleem thuis hebben. Voor hem is sport niet komen vechten wegwezen. Never. Nooit niet geweest. He? Voor hem is sport dat je komt in je tweede huis. Je moet je lekker voelen. Ze brengen ook die rapporten met die 10 en die 9's. En je begreep dat als er een probleem is in huis zelfs, dat bij hem terechtkomt. Zijn ervaringen, zijn kennis, de wijze waar hij ook alles overbrengt, de inzichten die hij heeft, wat hij in je ziet, wat hij van je kan maken. Dat alles heeft gemaakt dat wat ik vandaag kan, aan hem te danken heb. Dat is ook de bedoeling, ja, dat wat hij onderwees, dat hij dat ook overdraagt, maar dat het ook geabsorbeerd wordt door de leerlingen. Dus je ziet dat ook terug bij vooral de gevorderden. De anderen die misschien pas begonnen zijn, is dat een proces die misschien niet van de ene op de andere dag gebeurt. Maar het neemt een tijdje in beslag en gaandeweg hun band donkerder wordt, gebeurt ook dat, heb je ook dat rijpingsproces. En dan moet het wel komen. Ja. Mensen die vanaf kinds af bij hem zijn, nu ook instructeur in de school zijn, niet weggelopen zijn vanwege de geaardheid van de man. Dat ze weten dat die binding met hem een binding is voor altijd, omdat hij zich ten volle geeft. Dat zijn dingen die Wilfred maken tot wie hij is. Een bijzonder mens. Eigenlijk kan, ja, ik zeg ik ben zijn vriend. En ik ben misschien biased, maar
ik kan het niet anders zeggen. Het is een bijzonder mens die met zijn gevoel, met zijn kennis, met zijn kunnen de dingen doet zoals je het zou verwachten van iemand die binnen de samenleving een bijzondere plaats inneemt. Zonder veel te doen om op te vallen. Hoeft niet in de picture te komen, maar doet de dingen die hij moet doen. Zorg ervoor dat hij niet tot wrevel is van anderen. Dat is het niet. Hij is iedereen te vriend. En iedereen kan zijn vriend zijn. Als gepensioneerde van de Suralco geeft hij al zijn tijd aan de sport om kinderen te vormen. Niet dat hij daarvoor niet alles gaf. Integendeel, ondanks zijn actieve 32 jaren in de werktuigbouwkunde, zijn actieve vicepresidentschap bij de Surinaamse Bauxiet- en Metaalfederatie en de Paranam Werknemersbond PWB, zijn liefde voor koorzang en voor de hengelsport, hebben deze activiteiten nooit geleid tot passieve betrokkenheid aan de karatesport. Dat zal ook nooit zo worden. Hij weet wat voor positieve beïnvloeding de sport met zich meebrengt. Ik heb Wilfred altijd gezegd, je hebt drie vrouwen. Een van die vrouwen is er niet meer, dat was zijn moeder. De tweede vrouw is Margot. En die derde, en die neemt veel tijd, heeft veel tijd van hem in beslag genomen, dat is de sport. Hij is getrouwd met de sport, ik weet niet hoe Margot het doet, maar hij is getrouwd met haar, maar hij is ook getrouwd met die sport. En dat zal zo blijven, denk ik. En dat, ik denk dat Margot dat ook weet, dat dat zo zal blijven. Dat hij getrouwd zal blijven met de sport. En dat is niet alleen karate hoor, ik denk dat dat veel breder is. Ik kan me nog goed herinneren, we zaten aan de waterkant als 17-jarige. Toen zei hij, ik denk dat het wel iets kan worden tussen jou en ik. Ik zeg, ik denk het ook. Toen zei hij, maar ik heb één probleem en ik vind dat ik het je gelijk moet zeggen. Ik heb een buitenvrouw. Boy, Slenky Margo, op die fiets. Ik was aan de Halloween. Hij zegt, kom terug, kom terug. Het is niet eens een C. Is het... Dus ik keerde terug. En toen zei hij, mijn buitenvrouw heet sport. Na een paar jaren, zei ik tegen hem, je hebt vanaf het begin tegen me gelogen. Want je hebt niet een buitenvrouw zonder meer. Ze is je eerste vrouw, tweede, derde, vierde, vijfde. En heel misschien kom ik op de zesde plaats. Alafu. Nou ja, doe maar rustig aan hoor. Je hebt het al die jaren volgehouden. Dus doe normaal. Maar dat geeft dus duidelijk een beeld van hoe belangrijk sport is voor meneer Burgos. Er zijn nog wat zaken die Burgos gerealiseerd wil zien voor hij voldaan tevreden zou kunnen terugblikken op zijn sportcarrière. Het onderwijs zou binnen karate een hele goede opvanging kunnen vinden voor het ontwikkelen van de kinderen. Ik durf zo ver te gaan dat het zelf ondersteunend kan werken tot betere prestaties op school. Ik wil een voorbeeld geven. Vele mensen hebben niet door dat karate eigenlijk een sport is die heel veel verschil van anderen wat aangaat lichaamsbeweging. Je moet namelijk, je bent verplicht om links en rechts steeds optimaal te gebruiken. Geen enkele techniek leren met één arm, beide armen. Daardoor krijgen we een veel betere ontwikkelingen naar de hersenen toe. Ja, waardoor het motorische van het kind, het coördinatievermogen, dat wordt ontwikkeld in een heel vroeg stadium. Op school wordt er gesport, maar weinig gesport. Of ja, te weinig als je mij vraagt. En men hoeft geen rekening met dat deel. Tenminste, dat wordt te weinig gedaan. Bij karate is het noodzakelijk. Dus als je mij vraagt, misschien dat ik nog een project daarover schrijf eens een keertje. Om onderwijs te vragen om karate in te voeren op de scholen. Eigenlijk de gymleraren, de MO-gym en LO-gymleraren. Dat ze karate ook tot een belangrijk deel van hun vak maken. Zoals de leraren, ze moeten kunnen basketballen. Ze moeten kunnen voetballen, ze moeten kunnen volleyballen, kunnen turnen. Ja? Karate vindt mij eigenlijk een beetje verkeerd en daarom wordt daar niet zoveel aandacht aan besteed. Maar in feite, de ontwikkeling die ze meekrijgen met karate, de kinderen, is dus dusdanig dat het echt wel een belangrijke plaats zou kunnen krijgen binnen de school. Vanwege zijn verdiensten werd hij benoemd tot ridder in de Orde van de Gouden Palm in 2001. En in 2007 is hij opgenomen in de Hall of Fame van de World Karate Union. Het jaar daarop kreeg hij de Certificate Award of Appreciation van het Surinaams Olympisch Comité uitgereikt.
In 2010 nam hij de Lifetime Achievement Award van de Budo Organization Europa in ontvangst. Hij is duidelijk als hij zijn mening mag uiten over het wel of dan niet genoegzaam te zijn gewaardeerd voor zijn vele verdiensten in de karate, in het bijzonder, maar de Surinaamse sportwereld in zijn algemeenheid. Ook zijn vrouw Margot Kramp, Wip en Santoki hebben hun mening hierover. En als ik die vent een cijfer moet geven, dan mag hij van mij, wat zijn sportwereld betreft, een dikke 9,5. Want hij laat niets aan het toeval over om... Eigenlijk, meneer Burgers is wat dat betreft vreemd. Hij praat niet eens over succes te hebben. Hij laat niets aan het toeval over om zijn kinderen en zijn karateka zich lekker te laten voelen. Waardoor hun prestaties ook maximaal zijn in die maatschappij. Er zijn hier en daar misschien waarderingen geweest. Ik denk, hij is ook gedecoreerd geworden, dacht ik. Hij is ook in Hall of Fame. Daar is hij ook opgenomen. Maar in ons land te weinig, als je het mij vraagt. Ik denk dat dat meer zou moeten gebeuren. We moeten onze helden, onze sporters, onze voorbeelden moeten we meer gaan eren. En dat liever als ze er nog zijn, dan wanneer ze er niet meer zijn. Dus persoonlijk vind ik dat dat veel te weinig gebeurt. Veel te weinig. Het is misschien wel goed dat we over dit soort dagen nadenken. Over wat we doen met, niet alleen topsporters, maar met de grote mannen binnen onze samenleving. Groot in die zin, zij die bijzondere bijdragen geleverd hebben in deze samenleving. En die zijn er wel. En er zijn een aantal. Maar we moeten iets meer eraan gaan doen. En niet wachten tot de mensen dood zijn en dan zo goed, zoveel goeds over ze te vertellen hebben. Zeg ze het ook wanneer ze leven. Zeg ze het ook wanneer ze daar nog duidelijk op kunnen reageren. En aangeven van ze, oh, die samenleving heeft toch kunnen waarderen datgene wat ik gebracht heb of gedaan heb. Het kan zijn dat de waardering beter tot uiting zou moeten komen door ondersteuning. Wat we ook missen is waardering voor het feit dat je een mijlpaal bereikt hebt. Voor het feit dat je zoveel toppers, want u weet het wel waarschijnlijk, dat de meeste of heel wat van de topkaraters Suriname. Ik praat over Remy Burke, ik praat over een Amar Santoki, ik praat over een Randy Madal en zo kan je doorgaan. Ja? Rana Rosiek zijn toppers die jaren bij me getraind hebben en je ziet ook dat ze niet alleen maar binnen de sport, maar ook binnen de samenleving een succesvolle burgers worden. Ja, toch? En 2007 ja, kreeg ik op een gegeven moment een brief vanuit Trinidad dat ik zou worden opgenomen in de World Junior Karate Hall of Fame. Ik zeg, waar is dat? Ik dacht, een of andere grap. Maar na speurwerk en telefoontjes, e-mail, zag ik, nee, het is waar. Ik ben uitgenodigd en in Trinidad, vanuit Amerika, is er dan, mij en andere sporters hebben dan de Hall of Fame. Ik heb een Hall of Fame nog ontvangen. Het is het enige dat ik zie de ring hier nog. Ja? Dat is de ring waarbij het allemaal ook nog in staat schrift. En ik ben toen daar gewaardeerd als topinstructeur. Heb ik dan de Hall of Fame van mogen nemen. Dus dat zijn dingen die ik heel erg op prijs stel natuurlijk. Ja? En ja, je weet nooit wat er nog weer bij komt, maar je werkt niet daarvoor. Belangrijk is dat je mijn waardering is te zien dat de mensen een goed resultaat hebben, te zien dat de mensen slagen en te zien dat, dat de overheid ook een oor heeft voor datgene dat ik net gezegd heb. Dat zou voor mij de beste waardering zijn. Wij van Karate Instituut Burgos en ook voor mij is Jehan Burgers een vaderfiguur. Is iemand tegen wie ik opkijk, heel veel respect heb. En ik denk dat wij van Karate Instituut Burgers trots mogen zijn dat we zo'n topleraar hebben. En ik wil zeggen aan Jehan Burgers, ga zo door, blijf zo doorgaan, we staan achter u. Dus. Die goede man daar heeft me een fysiek redelijk goed de gezondheid gegeven. Vooral qua bewegen kan ik nogal heel veel doen. En dat is voor mij belangrijk, waardoor ik nog zo lang mogelijk probeer om krachten te geven. Uiteraard, er zal een dagje komen dat je een beetje gas terug moet nemen. Maar als je het mij vraagt, ik denk dat die dag nog heel ver ligt.